Adviezen van de Wegenautoriteit aangaande bouwinfrastructurele werken als bijdrage tot de beleidsformulering 2020-2025. Dit was het thema van de presentatie die vanmorgen is gehouden door onder meer het hoofd van de afdeling planning van de Wegenautoriteit, Lloyd Plever. Volgens Graciella Josefsoon, directeur van de Wegenautoriteit, heeft de organisatie als taak het beheren van de primaire wegen en de oeververbindingen. Ze hebben ook als taak het adviseren van de regering over de staat van deze wegen en oeververbindingen. De adviezen zijn vanmorgen gepresenteerd aan het aanwezige publiek. De focus wordt vandaag gelegd op het aandragen van oplossingsmodellen tot het minimaliseren van verkeersopstoppingen en het creëren van bergingscapaciteit voor het ontwateringssysteem van Paramaribo en Wanica, dus Paramaribo Centrum Zuid en West. Na de presentatie hopen wij samen met u te mogen brainstormen. En indien er vragen zijn vanuit het publiek, input aan onze presentatie, zien wij dat graag tegemoet. Ik wil u dus alvast bedanken voor uw aandacht en uw inbreng vandaag. Volgens Plever, hoofd van de afdeling planning van de Wegenautoriteit, wordt in de presentatie de oeververbinding van Paramaribo-Kommewijnen belicht. U krijgt een deel van de presentatie die de knelpunten van deze route aangeeft. Wat wij zullen behandelen is puur wat de Wegenautoriteit naar voren brengt. Wat anderen naar voren hebben gebracht, dat is ook goed, maar zeker 95% van deze presentatie komt van ideeën van de Wegenautoriteit. Alternatieve bruggen Paramaribo-Kommewijnen. Ik ga 2 jaar terug, volgende slide. Ook al in een workshop de oplossing hiervoor aangehaald. Maar toen was het met mijn handen zwaaien en zo. Dus nu ziet u het wel. Kijk, u weet, hier zo, brug Saramaka-Doorsteek probleem, Slangenhoogstraat probleem met verkeerslicht, Rotonde probleem, Willem Campagnestraat probleem. Dit is wat overdreven dat 4 stromen in 1 stroom willen gaan. Lloyd Plever, hoofdafdeling planning van de Wegenautoriteit Suriname. Hij heeft vanmorgen een presentatie gehouden over ideeën en adviezen van de Wegenautoriteit. Het thema van de presentatie was adviezen van de Wegenautoriteit aangaande bouwinfrastructurele werken als bijdrage tot de beleidsformulering 2020-2025. De presentatie is gehouden in het Courtyard by Marriott Hotel.